Het hele Terborgs toernooi draait op veel vrijwilligers. We hebben ongeveer 200 of over de 200 vrijwilligers. Daaronder mee gerekend zijn de gastgezinnen. En gastgezinnen die hebben we dus al heel snel ingeschakeld voor teams die buiten Europa kwamen. En onder andere vallen dus de Brazilianen. We hebben Brazilianen al sinds het jaar 2000, dus al voor het 17e jaar dat de Braziliaanse teams hebben. En het is natuurlijk ook wel hartstikke leuk om te zien hoe de spelers ook groeien in de team. Hè? Want we hadden vorig jaar de reserve keeper. Dit jaar hebben we hoofdkeeper. Oh, it's a very good to be in Holland, to be especially in Antonio's house. It's a father for us. He provides us everything. And I think it's an amazing experience for my life. And I'm expect to be good here. En volgens mij lusten ze ook wel hagelslag, als ik dat zo zag. Ja, dat is echt. We hebben een keer vanillevla op tafel gezet. En toen pakken we ook die hagelslag weer wel. En deden we zo'n beetje. Nou, dit is echt. Het is bekend in heel Brazilië. Dus vanillevla met hagelslag. Ja. My preferred food is the dessert, the vanillevla. I like it a lot. I eat 2-3 times. I want to live there to Brazil because it's a very good. Wat is nou het leuke van een gastgezin zijn voor het Terborg toernooi? De betrokkenheid. Ja, het is, zoals ik zei, het is een grote familie. Je hoort erbij. Ik denk als je het één keer gedaan hebt, dan wil je altijd blijven gastgezin.